Steven, jullie winnen de tweede paasdag met 2-0 van Den Bos. Appeltje eitje. Ik denk dat we heel goed aan de wedstrijd begonnen. Nu de goede eerste helft hebben gespeeld en daar denk ik wel de basis hebben gelegd voor deze overwinning. De tweede helft zie je wel dat we het iets lastiger hebben. Ik denk mede wind tegen. Komen we soms iets moeilijker, zeg maar, voetbal toe. Of kunnen we iets moeilijker het spel verleggen. Maar door onze goede eerste helft hebben we denk ik een vrij gemakkelijke wedstrijd gewonnen. Want ook de tweede helft hebben we zeker nog wel momenten gehad dat we bleven voetballen bij de goede kansen gecreëerd, denk ik. Dus ik denk wel dat het verdiende overwinning is. Jullie winnen nu 3 thuisduels op rij, Arthur. Als we even die wedstrijd in Sittard vergeten, kunnen we dan zeggen het lek is boven? Ja, ik denk het. We zijn in die 3 wedstrijden die we gewonnen hebben, zijn vooral als groep heel erg bij elkaar gebleven. De laatste 2 thuiswedstrijden hebben we ervoor gekozen om denk ik heel hoog druk te zetten. Wat in beide wedstrijden leidt dat we echt dominant zijn in de wedstrijd. Tegen Dordrecht. Ja, Dordrecht wilde eigenlijk niet voetballen, die kwam voor een punt. Mochten we het spel heel snel maken, hebben we het ook goed gedaan. En dan die wedstrijd in Sittard tussendoor zie je dat het los zand is. En dan zijn we niet goed genoeg, dat zie je ook. Dan verliezen we gewoon 4-1. En ja, die andere 3 wedstrijden zie je gewoon echt dat we bij elkaar zijn gebleven, dat het 1 groep is. En dan winnen we ook. En dan is iedereen blij en nog een beetje zitten. Dat is toch een stukje leuker. Ja, zeker leuk. Dat hoog druk zetten, eigenlijk een beetje bij je tegenstander je eigen wil opleggen. Is dat iets wat je bijvoorbeeld tegen Jong Ajax ook kan? Of is dat dan echt weer een hele andere ploeg? Ik denk dat het tegen iedere wedstrijd wel kan. Alleen je zult wel de tegenstander weer moeten analyseren. Op welke manier ga je het doen? Doe je het met 3 voorop, doe je het met 4 voorop? Maar dat komt deze week. Het zal moeilijk worden, want je hebt natuurlijk bij God geen idee hoe de dag voetbalt. Aangezien het eerste van Ajax Duitsland moet voor de Europa League, dan zondag tegen PSV. Ja, dat wel. Mijn jongen, ik speel altijd dezelfde manier van voetballen. Dus dat kan wel geanalyseerd worden. Hoe kijken jullie nu aan tegen die play-offs die op de staan? Nog steeds hetzelfde als eerst. Er is niks veranderd. Ja, het is nu dat we 3 wedstrijden winnen. Daarvoor riep iedereen van ja, ze moeten wat veranderen, want zo kunnen we de play-offs niet ingaan. En nu zullen ze roepen, ja, zo moeten we de play-offs ingaan. Maar voor ons is het allemaal, blijft de play-offs hetzelfde en zullen we daar gewoon knallen. Het zijn weer wedstrijden op zich. Dus ik geef wel een stukje vertrouwen dat het op deze manier werkt hoe we het nu doen. Maar ja, misschien, ja, je weet niet, misschien verlies je de laatste wedstrijd voor de play-offs weer. Daar gaan we natuurlijk niet vanuit. Maar dan roept iedereen misschien weer, het klopt niet. Dus ik denk dat het belangrijkste is dat we gewoon bij elkaar blijven met z'n allen. En gelukkig hebben we dat ook gedaan. Dat zie je het laatste terug. Dan komen de resultaten, die zijn weer daar. Hebben jullie als groep misschien een voorkeur tegen wie je nu daar uitkomt? Momenteel is het weer NAC, maar het kan ook van alles worden. Heeft ook te maken met wie die 4e periode is? Nee, ik heb geen voorkeur voor. Absoluut. Ja, we zullen zelf moeten knallen. Volgens mij hebben we dit seizoen bewezen dat we van iedereen kunnen winnen, maar ook van iedereen kunnen verliezen. Dus, wat ik net ook al een paar keer aangaf, het belangrijkste is dat wij het met elkaar doen. Dan komen de resultaten en dat kun je denk ik in iedere wedstrijd zien die we gewonnen hebben, is dat we echt met elkaar gestreden hebben. Dus dat zal het zijn. Nogmaals, van harte. Dankjewel. Yes. Heel bedankt.